Hallo. Hallo. Tim. Ik ben Pamela. Aangenaam. Aangenaam. Wat doe jij van werk? Ik ben netwerkdirecteur voor het secundair onderwijs sinds 1 september 2018. Ah, ik werk op een basisschool. Ik sta daar in het vierde leerjaar, klasleerkracht. En daarnaast heb ik ook een aantal uren per week om de aanvangsbegeleiding op onze school voor een stuk op mij te nemen. Sinds een aantal jaar is er een mentorschap opgestart. En sindsdien ben ik van de schoolmentor. Dus ik probeer in de mate van het mogelijke voor iedereen die bij ons binnenkomt een onthaal op maat te voorzien. Ah, tof. Ja. Ik ben ooit ook zo begonnen als mentor van jonge leerkrachten. Dus mijn tussenstap. Ik ben ook altijd leerkracht geweest. Dat was mijn eerste beleidsfunctie, ook mentor voor jonge leerkrachten. Ja. En ik vond dat ook, net zoals ik jouw enthousiasme hoor, vond ik dat een enorme uitdagende en dankbare job. De aanvangsbegeleiding, dat merk ik ook wel in de stedelijke context van een hele belangrijke. Dat we inderdaad die expertise, zoals dat jij dat nu ook hebt, dat we die ook kunnen verbinden. Ja. Van hoe pakken we dat aan? Hoe pakt die school dat aan? Wat kunnen we van elkaar leren? Maar dat heb ik ook gedaan. Zoals je aangeeft op zo'n intervisies, zaten wij ook mee, mentoren van verschillende scholen samen. En daar heb ik heel veel uit geleerd ook. Ik denk dat wel, hè. Ja. Netwerken vormen, dat een heel krachtig instrument is. Ik ben wel benieuwd wat er op die kaartjes staat. Zo, er is eentje trekken? Ja. Dat is goed, ja. Ja, doe maar. Ja. Wacht, hè. Als je één ding aan jezelf mag veranderen, wat kies je dan, Tim? Als ik één ding aan mezelf zou mogen veranderen, is zo, denk ik, dingen loslaten. Dingen uit handen geven. Mm. Gelijk als je aanvangsbegeleiding, ik zou dat voltijds kunnen doen. Mm. Ik doe dat heel graag. En nu steek ik er ook heel veel van mijn tijd in. Maar al zien dat ik mijn tijd niet zo vol steek, dat ik het niet meer rondkrijg. Ja. Zo, ja, Ik denk dat wat eigen is aan mensen. Want uiteindelijk, de job is nooit gedaan. En het vormen van jonge mensen is ook nooit gedaan. En het vormen van uw teams, of zo is het in mijn geval, van onze directies, van onze scholen, ja, dat is nooit gedaan. En ik denk dat... Ik vind dat trouwens ook geen tekortkoming. Ik denk dat juist de kracht is van een leerkracht of een onderwijsmens. Ik denk dat we alle twee een beetje aan dezelfde tekortkoming lijden, maar dat is goed. Zo, die molen in je hoofd af en toe wat afzetten. Voilà. Zo stoppen met nadenken en durven zeggen van... Het is nu 8 uur, nu stop het voor vandaag. Ja. Maar dan is het niet voldoende om de computer dicht te klappen. Het moet ook in u even. En dat is... Absoluut. Dat is het werkpunt. Ja. Goed. Goed. Voilà. Ja. Bedankt voor het gesprek. Ja. Jij ook.